jij verdient een pak geld, hè? Dat kan je wel zeggen. Kaasje natuurlijk, en dat liep vorig jaar als een trein. En daar heb ik eigenlijk wel mede zo'n huis voor kunnen kopen. Hij flippert ook, jongens. Hij flippert ook. Het is gewoon zo'n ongelooflijk bloedgeile bak. Nee, maar als Rob eenmaal met zijn Brabantse vrienden is, dan verandert hij gewoon in een soort tokkie. Welkom en tof dat jullie weer kijken naar Day One. Mijn naam is natuurlijk JJ Boske en vandaag hebben we weer een aflevering van de auto van voor jullie. Maar voordat je verder kijkt, ben je al geabonneerd? Want dit percentage dat nu in beeld komt, is nog niet geabonneerd, maar kijkt wel onze video's. Dus ik zou het heel hard vinden als je even op de abonneerknop drukt. Maar we gaan door met de auto van, want vandaag hebben we te gast Koen van de Bankzitters. Hij is al een keer eerder te gast geweest. Die video ging door het plafond en dit keer heeft hij zijn nieuwe M4 gekocht. En daar moesten wij als Day One natuurlijk bij zijn als allereerste. Daar zijn we weer! We zijn er weer! Even, je zit heel anders. Ja jongen, echt grote smaal op mijn gezicht, man. Ja! Echt. Hoe oud is de auto? De auto? Voor jou? Voor mij is de auto nu, nou wat zal het zijn, ik denk een uurtje of 8. Ja. Nou, hij staat sinds anderhalf uur op mijn naam. Dus je bent echt je bent er vroeg bij vandaag. Holy shit! Wat een bak, hè? Dus jij hebt buiten het feit dat die anderhalf uur op jouw naam staat, heb jij er dus 6,5 uur illegaal in gereden? Ja. Ja, maar weet je jongen, kijk, je live the dangerous life. Ja, 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 jij bent echt zo'n bluffet, hè? De IBA's, jongen, die heeft helemaal niks. Maar hey, luister, even een M4 onder je kont is wel even wat anders, hè? Nou, jij was natuurlijk bij mij, dat was 7 maanden terug. Ja. En toen had ik die diesel, die 420. Ja. Ik zag deze, kans, en ik dacht, weet je, fuck it, doe het gewoon. Laten we even de opsomming maken. Kans. De kleur is fantastisch. Ja, echt bizar, hè? Day One blauw. Je belde me nog even, Jay. Ik wil hem toch echt Day One blauw maken. En dit is echt de kleur, hè? Dus dit is gewoon hoe die uit de fabriek komt. Sick, hè? Jasmarina blauw is het. Ja, kleurtje is echt fantastisch. Ja, ik vind het echt zo. Hoezo kans? Tell me. Hoe komt zoiets op je pad dan? Nou, kijk, op een gegeven moment heb je gewoon veel geld verdiend. En dan denk je van, ik wil wat kopen. Nou ja, en ik had het al een huis gekocht. Dus ja, dat kon ik niet meer doen. Nou, kan natuurlijk wel, maar niet om in te wonen. Nee. En ik dacht van, weet je, ik heb het nu al gewoon een tijdje lekker gedaan. Ik dacht, ik doe het gewoon. Ja. Want jij verdient een pak geld, hè? Nou ja, dat is wel, dat kan je wel zeggen. Nee, jij niet natuurlijk. Jij niet natuurlijk. Hey, luister, ik heb nog nooit geld verdiend in mijn leven. Hey, zal ik eens wat vertellen? Even iets heel anders. Oh. Ja, dit is even erg. Ja. Nou ja, zoals je weet, jij hebt mij toen 7 maanden geleden, was in 4 volgens mij, heb je mij die lekkere car perfume gegeven. Ja. Maar ik heb die dus in mijn dashboardkast laten liggen van die 24, dus ik heb echt nieuwe nodig. Je hebt nieuwe nodig? Ja, ik heb echt nieuwe nodig. Nou, dan moeten we weer car perfume opsturen. Ja. We zijn trouwens bezig met nieuwe shit. Car parfum, soort van 3.0 meteen, niet 2.0, 3.0. Ja, ja, ja. Dus die ga ik je opsturen. Dus dat gaan we doen. Want zonder car parfum kan natuurlijk niet in een nieuwe auto gereden worden. Daarom. Ik vind het al schandalig dat je het nu doet. Denk ik al bij mezelf. Een beetje. Ja. Maar dit, hoe kom je tot zoiets tot stand dan? Hoe komt dat in? Ben je dan op marktplaats aan het... Kijk, ik had het met jou al over van volgende en toen, ja, ik M4 vond ik dik en toen zei jij M2 volgens mij. Ja. Maar ik vind die 4-serie vind ik gewoon echt een schitterende auto. En die 420 vond ik echt super mooi, die diesel. Mm. En dit is gewoon de beste van de 4-serie. En dacht van... Ja, ik zit al sinds ik die 4-serie, die diesel kocht, keek ik al naar M4. Ja. Zeg maar, toen begon ik al, zeg maar, waarschijnlijk begin ik morgen alweer naar nieuwe auto's te kijken, maar dat zal er wel in blijven. Niet, het is niet de beste hobby, moet ik zeggen. Nee. Maar nu was gewoon wel een moment dat ik dacht van, het kan wel. Ja. Nou ja, het kon ook, want de rekening weigerde niet. Het is alleen morgen is het even op witte bonen met tomatensaus en broodleven, maar de rest van de maand eet ik rijst, maar voor de rest was het prima. Maar het gaat lekker dus. Ja, we mogen niet klagen. Vertel eens, wat ben je allemaal aan het doen? Wat is er allemaal aan het gebeuren waardoor je toch ineens een M4 en een nieuw huis kan kopen? Nou, dat nieuwe huis dat kwam met name door... dit is toch heerlijk, hoor. Ja, ik heb het echt gemist, hoor. Dit is ook zo'n andere grom weer dan... Nee, zoals je weet had ik dat kaasje natuurlijk en dat liep vorig jaar als een trein. En daar heb ik eigenlijk wel mede zo'n huis voor kunnen kopen. Ja. Al is dat natuurlijk allemaal op hypotheek. Maar daardoor kon je wel een hoge hypotheek krijgen, want je inkomsten waren natuurlijk veel hoger. Maar dat blijft maar doorgaan, dat kaasje. Het is ongelooflijk. En ik heb er al 8 maanden niks aan gedaan. Binnenkort komt weer wat nieuws, nieuwe update. Want ik vind het gewoon, zeg maar, het wordt nu heel veel gespeeld door kleine kinderen, want die vinden het super leuk. Ja. Maar ik krijg super veel vragen van de kleine kinderen van wanneer komt een nieuwe update, wanneer komt een nieuwe update. Dat ga ik binnenkort maar doen. Maar dat is echt bizar. Dat nog zoveel gespeeld wordt. Dus 7 maanden later ben je niks aan gedaan en nog steeds spelen met. Mensen vinden het super leuk. Wat vet. Maar nu, omdat mensen nog zoveel speelden, dacht ik wel van dan ga ik nog even wat mee doen. Ik wilde een huis, dan wilde ik gewoon investeren, geld wat ik had. Ja. En dan een auto. Want een auto moet je echt, vind ik, alleen kopen. En kijk, dit is natuurlijk, ik vind het een super mooie auto en het is best wel duur. Mm-hmm. Kijk, het is geen Ferrari, niet dat soort gekke dingen. Wat kostte die?
Deze kostte met inclusief inruil, ja, 45,50. Ja, serieus gedaan. Ja. Ja. Dus dat was wel, ja, dat is gewoon serieus geld, maar ja, ook weer niet. Nee, het is in vergelijking met wat sommige anderen doen, daarom is het nog te doen, zeker. Maar ik denk dat mensen jou, omdat je er zo eerlijk over bent, zo ja, het is zo lekker. Blijft gaan. Ja, die kilometer. Ja, ik zag ook even tanken. Ik denk dat mensen het heel erg gunnen, omdat ze weten dat je ook open en eerlijk bent over wat je doet. En ja, ik denk dat wij dat sowieso allebei wel een beetje hebben, is dat je bent geen geldwolf, weet je. Ik rij nog steeds. Nou, ik ben wel een geldwolf, joh. Ik zou mezelf zo kom je niet over. Oh, ja, maar ik weet dat het wel zo is. Ja. Maar ik denk, ik bescherm je. Wow. Nu komt me, nu, valt mij nu pas op dat mijn kenteken 765 is. Dus het loopt af. Oké, okay, en door. Die van mij is 279, dus het loopt op. Ja, laat maar. Ja, het is echt het meest nutteloze wat ik tot nu toe in een video heb gezegd. Ja, het is echt treurig. Oké, okay, dit laten we er ook gewoon in. Huis gekocht. Ja. Waar heb je in geïnvesteerd? Ik heb ETF's gekocht. Oh, weet je wat dat is? Ja? Ja, doe maar even gas geven, voordat we doorgaan. Hij flippert ook, jongens. Hij flippert ook gewoon. En dan gaan we weer terug. Even een capro. Oh, wat mooi. Maar ETF's gekocht voor de mensen die niet weten wat een ETF is. Dus ja. Een Oh ja, zeg jij, maar jij weet het beter dan ik. Dat is een pakket aan, aan aandelen. Ja. En daar investeer je dan in. En dat zijn aandelen waarin ze bijna garanderen dat het omhoog gaat. Het zijn niet voor de grote bedrijven. Nee. Dit is natuurlijk bullshit. Je kan niks garanderen dat het omhoog gaat. Nee. Maar het is gewoon best een veilige optie. Dat is het. Voor de lange termijn. Zal ik je wel vertellen? Ja. En ik, kijk, ik ben dus vroeger was ik echt groot Bitcoin fan. Ja. En dat ben ik heel lang geweest. Want toen ik erin zat, toen was het nieuw en leuk en spannend, zeg maar. En nu, waar je ook komt, iedereen heeft erover, heb je ook crypto call, bla bla, dit, dat. Ja. En mensen zeggen alleen maar van, ja, ik heb crypto call, want ik ga rijk worden. Ja, dat, als dat gebeurt, dan weet je dan dat is je, het gewoon klaar. Dan weet je dat je weg moet zijn. Het is gewoon klaar. En de Bitcoin is voor mij nu ook van 30.000 dollar of zo. Nou, en dan zal het wel weer helemaal nog lager gaan. En dan op een gegeven moment zijn al die mensen weer uit. En dan gaat het weer langzaam omhoog krabben. Ja. Dat zal al gebeuren. Terwijl ik vind crypto echt nog steeds interessant. Ja? Ja, ik vind het leuk. Omdat ik gewoon, kijk, ik zie altijd de kans. Ja, en ik zeg niet dat het goed is, want ik ben ook een hoop geld verloren. Ja. Want ik heb een hoop geld inzitten. Als je het begonnen hebt, hoeveel heb je uiteindelijk gewonnen of verloren? Ja, gewonnen, ik heb altijd verdiend of verloren? Ik heb altijd gewonnen, want ik heb het op tijd gekocht. Ja, oké. Okay. Ja. Maar als je over het algeheel kijkt, heb ik op het moment dik verloren. Ja. Op dit moment. Ja, maar dat, kijk, zolang je niet uitkerst, heb je natuurlijk geen winst gemaakt. Precies. Maar oké, dan heb je deze auto, kom je die dan tegen op Marktplaats of hoe zit het? Nee, deze auto, mijn pa had twee auto's. Mm-hmm. Deze en andere. En die wilde deze eigenlijk wegdoen, want hij vond zichzelf te oud hiervoor. En toen zei ik, luister, je wil hem wegdoen. Maar hij wilde hem eigenlijk niet wegdoen, want hij vond het zonde om hem uit de familie te laten gaan. Uh-huh. Dus toen zei, toen had hij hier een prijs voor gekregen van het autobedrijf. Ja. Van hiervoor, dit geef je ervoor en dan kan je deze, dan heeft hij een andere auto zelf gekocht. Ja. En toen zei ik van, luister, ik lever mijn in en dan leg ik de rest bij. Ja. En zo is het gegaan. Maar dat is wel lekker. Dus eigenlijk was deze auto altijd al op de radar. Ja, hij was op de radar. Ik had er hiervoor ook wel al eens in gereden. Ja. Ja, en het is gewoon zo'n ongelooflijk bloedgeile bak. Ja. Het is gewoon echt zo lekker. Ja, echt. Ja. Ik geniet hier zo van. Oh, ja. En dit is echt wel een droomauto, moet ik zeggen. En het mooie is dat wat ik vet vind, is de auto van is hierom gestart. Een soort van, oké, je bouwt iets op en dan koop je een auto. En je hebt het denk ik ook op de juiste manier gedaan, op het laatst. Wat ik heel vet vind, is dat dat verhaal klopt nu gewoon. Ja. Want je zegt net, het is mijn droomauto. En waarom is dat dit dan je droomauto? Ja, omdat ik weet niet, maar dit ding is zo ongelooflijk mooi. En weet je wat het ook is? Het is natuurlijk een coupé en dat is natuurlijk fucking onhandig. De eerste, die achterin zitten is kut. Als je naast mensen parkeert, je komt er niet uit. Die deuren zijn fucking lang. Dus dan moet je echt een soort kruipen eruit. Echt helemaal kut. Maar nu kan het nog, want als je over 10 jaar of zo, als ik dan kinderen heb, dan kan het niet meer. Jezus Christus, dat is dit lekker zeg. Godverdomme. Zeg eens kijken. Nee. Ja, ja, dat nog een nadeel. Ja, die ik hiervoor had, die was echt anoniem. Ja. Dat was echt een goede anonieme bak. En nu is dat wel echt volledig, is dat volledig niet gedaan. Dus nu is het klaar. Ja, nu is het klaar. Je ziet soms ook dat mensen expres niet kijken. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dan ben je dan expres dan zo en dan van ik ga niet kijken, want dan lijkt het alsof ik het vet vind. Weet je? Ja. Dat vind ik eigenlijk nog mooier. En dat doen vooral de jongens bij jou in huis, denk ik nu. Nee, die vonden het allemaal fucking vet. Loop ze allemaal eens af, wat zeiden ze? Nou, Rob zei, what the fuck, wat een zieke bak. Ja, die vonden hem fucking vet. Die was helemaal geen BMW-man, maar hij zei van dit en zo. En die kleur past er gewoon zo goed bij. En dat vind ik ook niet zo goed. En Matt is een stukje meewezen rijden.
Ja, die vond hem ook fucking dik, fucking ziek. Ja. En Roel vond het ook echt een bizarre auto. Ja. Maar het is, ik vind dit ook een auto, naar mijn mening, dit kan je niet vet vinden. Hé, hey, maar waar een bank zit, ze hebben het net even over gehad. Iedereen vindt je auto hard. Ja. Waar komt het succes van de bankzitters vandaan? Want ik kijk dus best wel veel van jullie video's. Ja? Ja, ik vind het leuk. Vind je lachen? Nou, vind je niet kinderachtig? Nee, soms. Maar ik kan me heel goed relaten met... Als ik namelijk zo meteen naar mijn vrienden ga, gaat het precies zo. Nou, en dat is precies waarom zoveel mensen naar kijken. Ja. Want iedereen heeft... Ja, als ik met mijn vrienden ben, gaat het precies zo. En op YouTube is dat gewoon weinig. Als wij nu alles helemaal geproduceerd en alles zouden doen... Ja, dan zou misschien ook de charme er een beetje vanaf gaan. Ja, eens. En natuurlijk, je kan altijd verbeteren in camerakwaliteit en zo, want dat moet ook gewoon. Daar moet je gewoon in verbeteren. Maar dat je inderdaad alles tot in de puntjes regelt. Ja, het onverwacht is juist soms het leuke, zeg maar, bij onze video's. Ik denk dat dat ook wel onze kracht is, zeg maar. Ja. En we hebben dus Ik Word Goed en Game Koning. Ik Word Goed dus met online giftcards. En Game Koning is gamingproducten, waar we ook FIFA verkopen en zo. Fysiek dus echt, dan krijg je hem thuis gestuurd. Zullen we wederom gewoon een linkje in de beschrijving doen? Nou, graag, jongen. Doen we. Graag. Staat in de beschrijving. Ja, en mensen, checken. Als je nog FIFA wil kopen, nou, dit is de plek. Ja, wat vind je trouwens van de laatste tijd, volgens mij een week geleden, de story van Robbie, dat hij met die fles champagne die hij dan... Nou, wij zitten dat te meme, jongen. Ja, dat zou ik ook meme, ja. Ongelooflijk. Kunnen we daar alsjeblieft openlijk wat van zeggen? Nou ja, wij hebben het ook gescreencapt en we gingen hem ook zeker op aanspreken. Ja. Wij hebben hem nog niet gezien in de tussentijd. Nee, maar jij hebt dat alleen gezien. Ik heb ook de Snapchat gezien, hè. Ja, nou, het is echt veel erger. Echt? Nee, maar als Rob eenmaal met zijn Brabantse vrienden is, dan... verandert die gewoon in een soort tokkie. Het is echt ongelooflijk. Het is echt niet te doen. Ik moest ook... Het is dat ik het echt een fijne vent vind. En ik gun hem dat hij dat doet ook. Ja. Dat vind ik leuk. Maar ik ging wel op die story, dacht ik, oh Rob, jij viespeuk. Ja, dat kan gewoon niet. Nee. Het is ook gewoon aso en gedraag je een beetje. En ook, kijk, dan stuur het maar naar ons, dat is prima. Maar niet al die arme mensen die dat hebben aan moeten zien. Ja. Het feit dat je ook over begint, betekent dus dat wij niet de enige waren die dachten, wat is dit? Nee, iedereen die dat ziet natuurlijk. Wij zijn heerlijk. Baldadig is nu bij ons wel een beetje het nieuwe ding. Zeg. Misschien kan hij, als Rob straks, of als jij mijn auto met Rob gaat opnemen. Ja, dat hij even zijn excuses aan. Nou, dat vind ik wel gewoon publiekelijk. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ik denk dat dat een hele goeie is. Ja. Dus we moeten afspreken dat we gaan... Ik ga gewoon de auto... Dan moet jij zeggen, Rob, iets minder baldadig doen. Ja. Nou, het is gewoon... Het is een beetje zielig ook. Ja. Dat is het. Nou, inderdaad, ja. Het is gewoon dat ik denk bij mezelf, Rob, jij bent beter dan dit. Ja. Nou, dat betwijfel ik dan, maar... Jij kent hem beter dan ik. Ik ken hem goed, ja. Ik heb het gevoel dat hij beter is dan die fles champagne die ik zag. Koen, voordat we verder rijden, heb ik deze voor jou. Kijk eens aan. Dit is ons... Ik heb gezien op je Insta. Echt vet. Ja, dit is ons originele. En deze is nog niet uit. Maar dit is het volgende shirt wat we gaan droppen. Is vintage Day One shirt met alle dikke wagens die erop staan. Dope, hoor. Gedesigned. En jij bent een van de eerste die hem van mij krijgt. Hey, dus die laat ik achter voor jou hier in de wagen. Nou, die ga ik nooit meer uittrekken. Snap ik. Snap ik. Nee, ik draag hem ook. Ik mag geen vat. Ja, daar hou ik je aan. Ja, echte mensen, hè. Oké, we gaan naar de beauty shots. Here we go. Ik ben weer op gewacht. Ik ben fucking hype voor de beauty shots, hou. Dat is mooi, hè. Let's go. Woo! Ja, de M4 van Koen. Ik hoefde niet veel woorden meer aan vuil te maken. Is lekker, hè? Heerlijk bakkie, joh. Ja, dit is mooi. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, zorg even dat je abonneert. Laat ook even in de comments weten, welk cijfer geef jij deze wagen? Dat is ook een belangrijke. En voor de rest, dames en heren, wij gaan nog even van de zon genieten. Bedankt voor het kijken en tot later. Ja? Weer ready? Ja, ik kan er wel even één keer aanslingen. Laten we doen, hè? Jou eens, hoppa.